De politie is naastig op zoek naar kaasdieven. Kaasdieven. We spreken zelfs al over een kaasbende, Maaike, die actief is. Het is het verhaal van de ochtend. En wij hebben zojuist de eigenaresse van de zaak in kwestie gesproken. Het gaat om een kaasboerderij in het Brabantse Feynaard. Daar werden een jaar geleden al ongeveer 160 kazen uit een kaasmakerij gestolen. En deze week was het helaas weer raak. Maandagnacht knipten kaasdieven de omheining door en gingen er met een flinke buit vandoor. Dit zijn beelden van die eerdere roof. Toen was de schade 20.000 euro aan kaas. Door het lopende onderzoek kan de eigenaresse Gerda van Dorp op dit moment nog niets over de, ja, daar nog geen bedrag op plakken. Het mogen duidelijk zijn dat die emotie hoog zit. Gisterochtend om 6:30 liep mijn man onze tuin uit. En toen zag hij eigenlijk al dat het mis was. Omdat de deur van de winkel open stond. Ja, toen is hij er naartoe gelopen. En toen hij daar kwam, toen was er heel veel uit de winkel weg. Toen is hij naar de opslag gelopen en die was gewoon helemaal leeg. Ja, wat er dan door je heen gaat, ja, op dat moment krijg je gewoon echt een enorme klap in je gezicht. Ja, je vraagt je af waarom je in vredesnaam nog zo hard werkt. Ja, ik hoor ook echt emotie natuurlijk in haar stem. Jeroen, kan je dat ook voorstellen? Als je natuurlijk knijterhard werkt, die kazen liggen daar ook soms maanden. Ja. Dus investeer je in? Ja, en als dit dan de tweede keer is, ja, natuurlijk hardwerkende ondernemer. En je komt in je zaak en je magazijn. En mensen hebben hem voor de tweede keer leeggehaald. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik vraag me wel af of dit bij meer kaasboerderijen. Nou ja, u bent commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hoe zit het daar? Er zijn wel veel kaasmakerijen. Zeker, ook. Maar ik heb dit nog nooit gehoord. Nee. Nee. Een wonderlijk verhaal. Ja, wat denkt u als u dit zo hoort? Wat, dat die mensen dus daar ineens alles leeg aantreffen? Ja, twee dingen. Ik ben verbijsterd van wat brengt iemand op het idee om kaas te stelen? Maar met name ook het verhaal van de ondernemers zelf. Ja. Die daar hun werk zien verdwijnen. En dat is natuurlijk heel pijnlijk.